We gaan beginnen met een stukje grond uit te zetten van 20 bij 20 centimeter. Zo. Nou, zo hebben we de aarde uit het gat. Ja, en nu? Nou, nu gaan we met onze handen door doorheen op zoek naar wormen. Ja, het is flink wroeten door de aarde op zoek naar de glibberige beestjes. Want onderzoekers zoals Maaike willen graag weten hoe gaat het nu met wormen in ons land. Een onderzoeker kan op één klein gebiedje goed in zijn eentje onderzoek doen. Ja. Maar wil je eigenlijk een heel beeld van hoe staat het met de worm in Nederland? Ja, dan heb je hulp nodig van mensen. Oh, kijk, ik zie een worm. Oh, jeetje, die is ook echt groot. Ja, want eigenlijk weten onderzoekers nog maar weinig over wormen. Terwijl ze wel heel belangrijk zijn voor onze natuur. Zij zijn zeg maar de opruimers van de natuur. Dus al deze dode bladeren, dat breken zij af. En dan komt het weer terug als voedsel voor bijvoorbeeld planten. Dus we kunnen eigenlijk niet zonder? We kunnen niet zonder. Nee, precies. Oh, ik zie een hele grote, Maaike. Kom maar, ja. Oh, waanzinnig. Ja. Oh, een hele grote. Ja, kijk, dat is een pendelworm. Een pendelworm. Ja, een hele dikke. En het is dus ook eigenlijk voor het eerst dat wormen in Nederland geteld worden op zo'n nationale teldag. Bij andere dieren gebeurde dat al. Spinnen, bijen, vogels, vlinders werden al geteld. En heel veel mensen doen daar dus ook aan mee. En onderzoekers zijn er maar wat blij mee, want het levert ze een boel informatie op. Het glimmert wel. Het gaat niet zo heel goed met de natuur, maar om dan een goede thermometer in de natuur te kunnen steken is het belangrijk om veel verschillende planten en diergroepen te tellen. Hoe meer mensen meetellen, hoe minder erg het is als er een paar foutjes gemaakt worden. Kijk, als een wetenschapper een foutje maakt, is het gelijk een grote fout, is het hele onderzoek waardeloos. Maar als je met 8000 mensen bijvoorbeeld vogels telt, ja, als er dan een paar mensen een keer een vergissing maken, dan verstoort dat het beeld niet. Waar gaan we nu graven? Ook bij de wormentelling geldt, iedereen kan meedoen, gewoon in de eigen achtertuin. Oh, ik zie de worm al, kijk. Kijk, veel meer al. Oh, een stuk leuker. Kijk, en ik zie hier gelijk al eentje zitten. Oh ja, oh, die is wel heel klein. Die ziet er anders uit, die is wat roder. Het is echt een donkerrode kop en dan is het dus een strooiselworm. Als alle grond goed is bekeken, is het tijd om te tellen en sorteren. En dan leggen ze op het blaadje en daar nemen we een foto van. Ja. En dat wordt dan naar de site geüpload? Ja, precies. 14? Ja. En dit is nummer 15. Ja. Nou, best goede score. Hele goede score. En dan gaan we de gegevens invullen op de website. Oké, we hebben ze geteld, we hebben ze ingevoerd. Kunnen ze weer vrijgelaten worden? Precies. Terug de grond in.